Ruud, je bent nog helemaal niet zo oud en nu al een biografie. Ja, dat is toch mooi? Dat is goed voor de verkoop. Nee, dat is heel flauw. Nee, biografie, nou, eigenlijk is het meer een aan de hand van schilderijen heeft iemand me vragen gesteld. Heb je wel eens een dag waarvan je zegt, goh, het is echt een klote dag en zo'n schilderij helpt me er weer bovenop? Ja, enorm. Nee, het is niet dat schilderijen me door de dag helpen. Het is wel zo dat het lekker is dat je iets hebt om aan vast te houden. Ja, en over vasthouden gesproken. Vasthouden is het meest fascinerende fenomeen wat je tegen bent gekomen. Ja. Dat beaam je. Ja, dat beaam ik. Ja. Ja, nu moet ik natuurlijk daar alles over gaan vertellen. Nou, het is wel zo dat als je op een gegeven moment iets heftiger meemaakt en meerdere dingen, dan kan het zo zijn, en in mijn geval was dat zo, dat je opnieuw leert voelen of leert leven, leert staan. En daar heb ik wel veel van geleerd. Je hebt vasthouden en vasthouden. Ja, dat klinkt heel esoterisch, maar ja. Ik bedoel, daarvoor was ik een beetje, eigenlijk was ik plastic, daarna niet. Zo moet je het zien. Is er ook wel bijvoorbeeld een schilderij wat je eigenlijk al heel lang hebt, maar niet verkocht wordt? Ja, nee. Vals kreng. Nee, jij bedoelt, gewoon te lelijk. Sommige dingen vind ik ook wel lekker als het niet verkocht wordt. Nee, je kan het lekker houden. Nou ja, ik vind het leuk om af en toe nog naar je eigen werk te kijken. Want niks is erger dan heel lang aan het doek werken. En er komt een of andere gast binnen van een galerie die denkt alleen maar aan de verkoop. Die denkt niet aan een leuk of in het zit gereed natuurlijk. Nee. Oh, mooi, hup, in de auto en weg.